onze laatste uitzending. Iran wil wraak voor de dood van honderden pelgrims in de heilige stad Mekka. Iraanse leiders riepen vandaag op tot het verdrijven van het Saoedische koningshuis en tot aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in de Perzische Golf. Meer dan 1 miljoen mensen betoogden vandaag in de Iraanse hoofdstad Teheran tegen het doden van hun landgenoten in Mekka. Ze riepen verwensing aan het adres van Saoedi-Arabië en Amerika. Volgens veel Iraniërs hebben de Amerikanen opdracht gegeven om op de Iraanse pelgrims in Mekka te schieten. Parlementsvoorzitter Rafsanjani noemde de Saoedische prinsen misdadigers en zei dat hun het beheer over de heilige plaatsen van de islam moet worden ontnomen. Volgens Saoedi-Arabië kwamen vrijdag in Mekka ruim 400 mensen om het leven, onder hen 275 Iraniërs, 40 pelgrims uit andere landen en 85 Saoedi. Maar volgens Iran kwamen zeker alleen al 650 Iraanse pelgrims om. De Saoedische televisie maakte deze opnamen van de rellen van vrijdag. Het begon vreedzaam met een betoging van ongeveer 150.000 Iraniërs. Die zijn nu in Mekka voor de Hajj, de bedevaart die elke moslim een keer in zijn leven moet maken. Bij het vallen van de avond stuitten de betogers op een politiecordon. Over en weer werden toen stenen gegooid. En na korte tijd liep de vechtpartij uit de hand. En de politie ging op de loop voor de verbeten vechtende Iraniërs. En wat daarna gebeurde is nog steeds onduidelijk. Iran zegt dat de politie moedwillig met scherp op de betogers schoot. Volgens Saoedi-Arabië werden de gedode pelgrims door hun medebetogers onder de voet gelopen. De Saoedische televisie toonde wel hoe de Iraniërs motoren in brand staken, maar liet geen beelden van een mogelijk gewapend politieoptreden zien. Bij de rellen in Mekka werden meer dan 600 mensen gewond. Een onbekend aantal pelgrims is gearresteerd. In de hele islamitische wereld is grote beroering ontstaan over het bloedbad onder de bedevaartgangers in Mekka. Er is sprake van een spoedconferentie van moslimleiders om de crisis te bespreken. PLO-leider Arafat zal bezig zijn om zo'n conferentie te organiseren. Het lijkt er sterk op dat de 7e UNCTAD, dat is de conferentie van de Verenigde Naties over handel en ontwikkeling, vannacht zijn slotzitting zal beleven. En dat is dan 2 dagen later dan gepland, want het officiële einde was voor afgelopen vrijdag voorzien. In en rond de gebouwen van de Verenigde Naties in Genève is de afgelopen dagen voornamelijk achter de schermen en in de wandelgangen geprobeerd de 7e UNCTAD-conferentie toch nog met een gemeenschappelijke slotverklaring te laten eindigen. En vandaag is men het na lang praten in kleine werkgroepen van ministers en deskundigen eindelijk eens geworden over een uitspraak over de schuldenproblematiek zoals die in die slotverklaring moet komen. Daarin staat onder meer dat schuldenlanden per categorie behandeld moeten worden. En dat betekent in de praktijk dat er voor de Latijns-Amerikaanse landen, die veelal hun kredieten via vooral Amerikaanse banken hebben uitstaan, een andere benadering nodig is dan voor de landen in Afrika, die meestal bij regeringen van rijke landen in het krijt staan. Verder komen in de slotverklaring punten als de grondstoffenprijzen, de handelsbelemmeringen en de verlichting van de rentelasten van veel ontwikkelingslanden aan de orde. Als tijdens de slotzitting, die vermoedelijk alleen maar door restanten van de officiële delegaties bezocht zal worden, de rest is naar huis, politieke problemen over bijvoorbeeld de positie van Israël en over handelsembargo's vermeden kunnen worden, ziet het ernaar uit dat UNCTAD als organisatie van de Verenigde Naties verder door kan gaan. Een hoge Israëlische militair is doodgeschoten in de Gazastrook, zo is vandaag door het Israëlische leger meegedeeld. Het is de commandant van de militaire politie in Gaza, die per auto onderweg was naar zijn kantoor. Er is direct een uitgaansverbod ingesteld in de Gazastrook. Ook de haven daar is gesloten. Volgens het Israëlische leger is de hoge officier door Palestijnen gedood. Volgens Palestijnse bronnen zijn in Gaza onmiddellijk tientallen arrestaties verricht. En naast de medewerker van de Libanese president, Jamail, is vandaag doodgeschoten. Het is Mohammed Keir, die een belangrijke rol speelt in de bemiddeling tussen de christelijke president en islamitische politici. Skeer werd doodgeschoten door een man die bij hem aanbelde onder het voorwendsel bloemen te willen overhandigen. En nogmaals in Genève, daar is een beroemd historisch gebouw afgebrand, het oude ontwapeningspaviljoen van de vooroorlogse wereldorganisatie, de Volkenbond. De schade wordt geschat op 60 miljoen gulden, vooral omdat er kunstwerken waren opgeslagen. De brand was vannacht uitgebroken en in 1,5 uur tijd was er van dit paviljoen, gebouwd van hout, staal en glas, niet veel meer over. In de vooroorlogse jaren waren er vele mislukte ontwapeningsconferenties gehouden, van de voorloper van de tegenwoordige Verenigde Naties.
Het paviljoen maakte deel uit van het Wilsonpaleis, het eerste kantoor van de Volkenbond. Het was gisteren nationale feestdag in Zwitserland met het traditionele vuurwerk aan het meer van Genève. Maar brandweer en politie zien geen verband met dit vuurwerk. Het weer tenslotte, vannacht opklaringen en droog. Overdag af en toe zon, maar ook enkele buien. En de middagtemperatuur rond 17 graden. Dit was onze laatste uitzending. Goeienacht, welterusten.